Gepke, jullie hebben net bekendgemaakt wie de opvolger wordt van Martine Lewis. Ashley North. Ja. Ja, jullie huidige fractievoorzitter. Niet echt een verrassing, hè? Dat zei jij al. Ik heb ook mensen gehoord die dat een hele grote verrassing vonden. Een leuke grote verrassing. Dus hij is het geworden. Jullie hebben snel moeten schakelen, hè? Want ook voor jullie kwam de mededeling van Martine Lewis onverwacht. Ja, die kwam zeker onverwacht. En dan is het heel snel kijken wat staat ons te doen. Het was natuurlijk voor heel veel mensen de eerste keer dat zoiets gebeurt. Dus toen zijn we als een gek kandidaten gaan zoeken en kandidaten melden zich. En toen hebben we een mooi proces in elkaar gezet. En nu hebben we Ashley North voorgedragen. Ja, want het was geen automatisme dat hij het zou worden? Nee, dat was het zeker niet. Ook omdat wij, denk ik, 7 mensen hadden die uiteindelijk geïnteresseerd waren. Daar hebben we uiteindelijk gesprekken mee gevoerd. En hij is uiteindelijk wel als de preferred candidate naar voren gekomen. Blijft de portefeuille hetzelfde? Voor Ashley blijft de portefeuille hetzelfde als die van Martine. Ja. En dan één vraag. Waarom sta jij hier en niet hij? Volgens mij gaat Ashley pas echt verder met de pers praten en met de stad als hij ook echt benoemd is. Dus de hele procedure is net afgerond. Hij heeft een gesprek gehad met de burgemeester. Dus wij konden het nu ook bekend gaan maken. Het is ook goed om gewoon vlak voor de raad in ieder geval ook mede te delen aan de rest van de fracties en aan de stad. Zodat hij de 17e daar voorgedragen kan worden in de raad. En wordt er dan ook op datzelfde moment een nieuwe fractievoorzitter gekozen voor GroenLinks in Leiden? Nee, wij kiezen de fractievoorzitter na de herfstvakantie. Wij zijn nu bezig om te kijken wie de opvolger wordt voor Ashley in de raad. Die persoon zal 12 november geïnstalleerd gaan worden. Maar dat is toch gewoon Stephanie Bakker? Dat kan Stephanie zijn, dat kan Hester zijn, dat kan Ivo zijn. Dus wij hebben een hele lijst die wij moeten vragen of ze het wel of niet willen doen. Maar Stephanie Bakker, oud-raads, dit is de eerste opvolger. Ja, en die heeft nog geen ja en geen nee gezegd. Dus daar wachten we op.